Adel Nijboer, als ik zeg Arjen Posma, wat zeg jij dan? Goeie kerel. Ja, blij mee dat hij volgend jaar onze trainer wordt. Zeker. Was je verrast met deze keuze? Nou, eigenlijk niet. Ik had wel gehoopt dat ik, zolang ik bij Flevolus voetbal nog een keertje met Arjen Posma als trainer zou, onder hem zou komen te voetballen. Ja, dat moment zat er een keer aan te komen. Nou, dan is dit waarschijnlijk een mooi moment om het te laten gebeuren. Ja, zijn jullie gekend in de keuze om voor Arjen Posma te kiezen? Nee, niet echt. Nee, ik vind het gewoon een duidelijk besluit, een goed besluit van het bestuur dat ze gewoon hebben gekozen. En zij weten ook wel dat dit voor ons wel heel makkelijk te accepteren is, hoor, dat Posma komt. Ja. Ja, ze hebben geen ruggespraak gehouden met jullie, met jou als aanvoerder? Ik ben wel een klein beetje betrokken bij de gesprekken, maar niet echt een hele grote rol gespeeld daarin. Niet zoals de afgelopen jaren in ieder geval. Dan ben je een van de spelers die ook met hem samen gevoetbald hebt, hè? Ja. En dan is altijd de vraag van, gaat dat wel goed, hè? Kan hij wel de puntjes op de i zetten? Kan hij jullie wel aansturen? Vreemde ogen dwingen, maar hoe zit dat met de ogen van Arjen Posma? Ja, weet je, daar zijn we zelf bij. En ik heb een goede band met Possie, nog regelmatig contact met hem. Dus, Possie? Ja, meneer Posma, trainer Posma. Ja. Nee, maar daar heb ik gewoon goed contact mee. Dus dat is wel echt geen probleem voor me. Want hoe gaan jullie hem noemen volgend jaar? Is het Posje of is het trainer? Ik benoem ze altijd bij trainen. Altijd. Dat heb ik in de jeugd al geleerd, dus dat zou ik bij Arjen waarschijnlijk ook willen. Ja, het gaat goed komen. Jullie denken dat het een goede klik is. En dat hij op dit moment de goede man is op de goede plek voor jullie. Ja, dat denk ik wel. Kijk, ik ken hem niet echt als trainer. Maar hoe hij dacht over voetbal, daar was ik het wel altijd mee eens. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan gaat. De spelersgroep, kun jij wel zeggen, is blij met de komst van Arjen Posma. Ja, dat mag ik hopen van wel. Ik denk het wel, ja.